wilt u wonen als u 80 bent? Ja, het klinkt een beetje mal, maar eigenlijk weet ik het nog steeds niet. Ik realiseer me heel erg dat ik dat wel moet doen voor mijn 75ste. Beslissen, wat ga ik nou echt doen? Omdat je dan fit genoeg bent en geestelijk helder genoeg bent om dat allemaal te regelen. Maar ik weet het niet. Ik woon hier gewoon heel fijn. Fijne buren, fijne buurt, behulpzaam, jonger. Dat is natuurlijk ook heel erg handig. Ik heb een heerlijke tuin. En die wil ik ook nog helemaal niet kwijt. Ik heb onlangs gekeken in een prachtig project met geclusterd wonen. Mooie huizen, maar ja, je bent je privacy toch wel voor een deel kwijt, omdat het hele kleine lapjes grond zijn daarbij. Het is ook de keuze van wil ik buiten met toch wel groen om me heen of ja, dichtbij voorzieningen. Mijn eigen huis kan ik verbouwen, dat is ook nog een mogelijkheid. Garage kan verbouwd worden, maar ja, dan woon ik straks in mijn eentje op de begaande grond, terwijl het hele huis verder leeg staat. Kortom, ik weet het nog niet, maar ik realiseer me wel dat ik op een gegeven moment zal moeten beslissen en ik kijk dus wel om me heen. Wat is er, wat is mooi, wat past bij mij? En ik ben natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat ik het financieel ook kan doen en realiseren dat dat wel een luxe is die lang niet iedereen heeft.